De campagne om jonge kinderen en baby's te vaccineren tegen ziekten als hersenvliesontsteking en griep, mazelen, heeft de afgelopen jaar maar liefst 100 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden bereikt. Dat blijkt uit een rapport van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank en UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Dat betekent dat de omzet van vaccinproducenten de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Bijkomend voordeel is weer dat die vaccinproducenten bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen bijvoorbeeld TBC en AIDS. We praten erover met viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Meneer Osterhaus, dat is goed nieuws lijkt mij. Dat is fantastisch nieuws. Dat betekent direct dat er veel meer kinderen zeg maar, die ziekte niet gekregen hebben. En dus de overleving van die kinderen in zijn algemeenheid veel groter is geworden. Het feit dat die organisaties zoals UNICEF willen investeren in dit soort ontwikkelingen, ja, geeft aan dat het mogelijk gaat worden voor met name de industrie om verder te gaan produceren, nog meer vaccins te gaan ontwikkelen zoals u al zei. Maar een ander bijkomend feit is dat we steeds meer zien gebeuren dat die vaccins niet alleen maar in Europa en Amerika geproduceerd worden, maar dat ook steeds meer landen zoals India, Indonesië, Brazilië nu ook zelf hun eigen vaccinindustrie gaan opstarten. En dat heeft dus als gevolg dat er uiteindelijk toch nog weer meer vaccins zullen zijn voor kinderen. Een goede zaak. Ja. Toch is er nog een enorme kindersterfte in de wereld. Ja. Hoe kunnen we dat tegengaan? Hoe kunnen we dat bestrijden? UNICEF wil dat, WHO wil dat. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons bewust zijn van de gevaren van die infectieziekte. Het is toch nog heel vaak dat we ons dat onvoldoende, of dat men zich dat onvoldoende realiseert. En op dit moment is het gewoon mogelijk met vaccinatiecampagnes wereldwijd om gewoon miljoenen kinderen te redden. Dus ik denk dat dat een goede zaak is. En het is met name de bewustwording die daar een belangrijke rol speelt. Ja, wat moet er volgens u dan gebeuren de komende tijd, de komende jaren? Aan de ene kant het heel erg belangrijk is dat het bewustzijn dat je kinderen op deze manier kunt redden, dat zich dat verder verspreidt. Ja, en daarnaast natuurlijk verdere investering in vaccinontwikkeling, ja, en het gebruiken van vaccins. Nou, ik denk dat daar met name organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook UNICEF, Wereldbank, enorm achteraan zitten. En ik denk dat dat uiteindelijk zal leiden tot toch veel minder ellende, met name onder kinderen.